Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is hoe je deze lage temperatuurverdeler waterzijdig kan inregelen. Nou, zoals je ziet heeft deze verdeler dus geen pomp. Dus het water stroomt rechtstreeks vanuit de cv-ketel of warmtepomp rechtstreeks je vloer in. Dus in dit geval kan je dus niet hier met 75 graden water binnenkomen, want dan gaat er dus 75 graden de vloer in. En dat is niet de bedoeling. Dus in dit geval stel je dus de maximaal ingestelde aanvoertemperatuur op 40 graden in. Zowel bij de warmtepomp als dus bij de cv-ketel. En ik hanteer altijd 5 graden verschil tussen de aanvoer en de retour. Dus stel bij een koude vloer, dan gaat de aanvoertemperatuur naar 30 graden en de retour 25. Warmt de vloer heel langzaam op. Dan wordt de aanvoertemperatuur 35 en de retour 30. Warmt die nog verder op, de aanvoertemperatuur 40 graden en de retour 35 graden. En zo werkt dat. Dus hier werken we niet met een pomp, dus dit is geen mengverdeler, maar dit is dus een lage temperatuurverdeler. Dus nu gaan we de slangen onderling instellen. En dat kan je dus instellen met deze debietmeters. En deze debietmeters zijn nog nieuw, dus deze glaasjes zijn helder. Maar plaats dus altijd een magneetfilter, zodat ze helder blijven. Nou, waar je dus mee begint, je ziet hier van die rode kapjes, die ga je eraf halen. En aan het zwarte gedeelte kan je dus draaien. En als je hem verdraait, vanaf boven gezien met de klok mee, dan zie je dat de tussenruimte hier minder wordt. Dan stroomt er dus minder water doorheen. Dus als je hem vanaf boven gezien met de klok meedraait, dan stroomt er dus minder water doorheen. Van 2 liter naar 1 liter. En nu staat die uit. En zo kan je dus de groepen meer of minder water geven. Dus de korte groepen die geef je dus minder water. Zodat de lange groepen dus meer water krijgen. Dus heb je groepen van 80 meter. Die hebben misschien 3 liter per minuut nodig. Heb je een groep van 30 meter. Die heeft misschien maar een halve liter per minuut nodig. En helaas zie je dus heel vaak in de praktijk dat ze te veel knieën toepassen. Dus dan krijg je te veel weerstand in het systeem. Zoals hier ook hebben we dus in 30 centimeter 4 knieën zitten. Dus hier zit er 1, hier zit er 1 en hier zitten de 2. Dus de pomp moet dus veel harder draaien om dus dezelfde hoeveelheid water door het systeem heen te pompen. Omdat er dus knieën in zitten. Dus zorg ervoor als je installaties aanlegt, dat je dus zo min mogelijk of het liefst helemaal geen knieën gebruikt. Want dat verhoogt dus de weerstand in het systeem. En je zorgt er dus voor dat alle retourtemperaturen van de slangen hetzelfde zijn. En ik gebruik dus zelf altijd een warmtebeeldcamera om de retourleidingen te controleren. Maar je kan dus ook een infraroodthermometer bestellen. En daarmee de retourleidingen controleren op temperatuur. In de beschrijving onder de video zet ik een link waar je deze kan bestellen. Nou, en zo simpel is het dus om deze lage temperatuurverdeler in te stellen. Nou, mocht je een leuk filmpje vinden, even een duim omhoog. Vergeet je uiteraard niet te abonneren. En dan zie je mij de volgende keer.